Museum Het Pakhuis in Ermelo had net de nieuwe tentoonstelling Verborgen Brieven ingericht, speciaal voor 75 jaar vrijheid. En toen werd alles anders. Toen was net de maatregel afgekondigd dat plekken waar meer dan 100 mensen bij elkaar kwamen sowieso gesloten moesten zijn. Nou, wij hebben op een dag zeker geen 100 mensen in het pand. Dus in eerste instantie dacht ik, wij kunnen gewoon open blijven. En dat dachten veel kleine musea in Gelderland ook. Maar dat hebben we toch anders besloten. We stonden op het punt om heel veel schoolklassen te ontvangen. En die komen niet meer. Nee. En dat is wel heel erg jammer. Ja. Maar toen dacht het museum, als de kinderen niet naar ons komen, dan komen wij wel naar de kinderen. Jullie krijgen vandaag een inkijkje in de tentoonstelling Verborgen Brieven in Museum Het Pakhuis. Van de expositie is daarom een documentaire gemaakt. De film gaat over Bram en Eva, twee in Ermelo ondergedoken Joodse kinderen. Het museum kreeg daarbij hulp van een ondernemer die het door de coronacrisis ook even wat rustiger heeft. Dat geeft een goed gevoel, want ik ben blij dat we dit nu samen kunnen doen. Het geeft de mogelijkheid om samen weer wat stappen verder te zetten. Dingen die normaal misschien niet mogelijk waren, die kun je nu mogelijk maken. Ik denk dat een hoop gaat brengen. Eigenlijk heeft corona ervoor gezorgd dat wij nu een hele mooie kans hebben gekregen. Namelijk om van onze tentoonstelling een documentaire te maken. Dat heeft een week hard werken gekost. Dus we zijn daar heel druk mee bezig geweest. Dus normaal gesproken zou dat nooit lukken. Nee. De documentaire gaat donderdag om 7 uur live in première via de website van het museum.